Ja, welkom terug bij het Filosofisch Quintet. En dat was Joe Cocker, meegenomen door Gaby Keizer, die net zijn filmrubriek deed. Gaby weet raad aan tafel. Het Filosofisch Quintet is dit van de Human op Radio 5. En we hebben een zendtijd gekregen van de Joodse Omroep. Volgende week zondagavond trouwens ook nog een keer. Vanavond aan tafel, zoals elke keer overigens, Ad Verbrugge. Maar vanavond als gasten Daan Rovers en René ten Bos. Klaar voor vragen uit het publiek, want dat wordt het derde en laatste deel van deze anderhalf uur durende uitzending. Zeg maar een drieluik en dan is dit het derde deel van dat drieluik. Maar voordat we dat doen, gaan we naar onze Twitter-correspondent Mirella van Marcus. Want zij stelde aan het begin van dit programma een vraag. En dat was die Twitter-vraag en ik herhaalde hem. Toen moest Daan er ook meteen heel hard om lachen. En toen realiseerde ik me 10 minuten later pas, want soms ben ik zo traag, hoe merkwaardig het was wat de vraag was. Herhaal jij hem nu nog even? Ja, ik had hem anders geformuleerd. Wat is jouw tweetgrens? Ja, en toen zei ik, en daar, wat heb je ooit getweet wat over de grens was? En tweet dat even naar ons, maar dat bedoelde ik niet zo. Ik bedoelde, wat is jouw tweetgrens? Maar krijgen we toch allemaal, wat heb je gehoord? Nou ja, het mooie is, want ik heb natuurlijk een persoonlijke vraag gesteld. Dus ja. Ik hoopte ook dat mensen echt naar zichzelf gingen kijken. En dat zouden tweeten, maar het aparte is dat mensen niet naar hun eigen grens hebben gekeken, maar vooral gekeken hebben hoe anderen hen kunnen begrenzen. Dus bijvoorbeeld, dan wordt er gezegd, de gevestigde media hadden er niets voor aandacht aan moeten besteden, of de overheid, de autoriteiten hadden moeten ingrijpen. Er wordt zelfs gesproken over een bepaalde begrenzing, een bepaalde code op Twitter. Nou, dat gaat wel heel ver. Maar wat wel apart is, dus dat we dan blijkbaar enerzijds de behoefte hebben om in alle vrijheid alles maar te kunnen tweeten. En aan de andere kant is er dus ook een bepaald verlangen naar een begrenzing. Uh-huh. En dat, als ik dan weer een nieuwe vraag mag neerleggen, omdat we toch blijven doordenken, dan zou ik denken, nou, dat klinkt heel paradoxaal, dat we enerzijds verlangen naar een bepaalde vrijheid, en aan de andere kant dus duidelijk ook behoefte hebben aan begrenzing. En misschien is dat ook wel de reden waarom die jongeren helemaal uit hun dak gaan en kijken hoe ver ze kunnen gaan... totdat ze die grens tegenkomen waar ze eigenlijk zo'n behoefte aan hebben. Maar dat de vraag is natuurlijk, hoe moeten we daarmee omgaan? Want het is maar even nog om voor alle duidelijkheid. Op zich is dat ook wel interessant. Dus mensen gaan niet, wat ik dus al had geroepen, van zeggen wat ze hebben getweet ooit en wat over de grens was. Dat doen ze niet. Kijk niet naar zichzelf, maar naar de anderen. Het wordt meteen een ander. Dat is heel menselijk, klinkt dat ook overigens meteen. Hè? Is dat typisch voor deze tijd? Nou, dat lijkt mij eeuwenoud. Dat je eerst even omkijkt. Ja, dat je meteen naar anderen kijkt. Ja. Maar wat Mirella daarna zegt, dat is interessant. Dat er mensen dus gaan... ze willen grenzen. Ja, maar dat is natuurlijk heel herkenbaar. Ik bedoel, dat hebben kinderen al. Hè, dus die kinderen zoeken ook wanneer ze 2, 3 jaar al zijn al toch grenzen op. Kijken van wat gebeurt er. En ook daar zit ook een heel gezonde machtsdialectiek. Van nou, ik doe dit, kijken hoe ver ik kan gaan. Maar soms toch ook juist vanuit de behoefte om richting te krijgen. Het is denk ik, dat is wat de ontwikkeling is. Je grens opzoeken. Ja, absoluut. Maar ik denk dat het lastige is in deze tijd, dat lijkt me wel typisch van deze tijd, dat die weinig grenzen stelt. Het is een beetje een globale, afgetrapte formulering. Maar het is natuurlijk wel zo dat we in een tijd leven waarin veel mensen bijvoorbeeld hun eigen werkgever zijn in de vorm van ZZP'er, of een soort werk hebben waar dat ze vooral als hun eigen ontwikkeling beschouwen. Veel minder onder de knoet zitten van een baas als vroeger. Hè. Dus een tijd veel meer van mogelijkheden dan van beperkingen. Veel meer van kansen dan van onmogelijkheden. En je moet dus steeds opnieuw jezelf uitdagen, jezelf de norm stellen, jezelf afvragen wat wil ik bereiken. En dat is natuurlijk heel erg vermoeiend. Er is net een boekje verschenen van een Koreaanse filosoof. Han heet die man. Dat heet De Vermoeide Samenleving. En die zegt eigenlijk dat we zijn doodmoe omdat we, juist omdat we zo vrij zijn, juist omdat wij voortdurend van ons gevraagd wordt om ons eigen leven te leiden en onze eigen grenzen te stellen. In tijden dat je kon luisteren naar, laten we zeggen, een werkgever of een ouder of een agent die tegen je zei tot hier en niet verder, dan dat gaf in ieder geval niet die vermoeidheid en die stuk overzichtelijker. Ja. Ja, want ik denk dat er komt nog iets bij. Hè? Het is, kijk, het idee van jezelf de grens stellen is eigenlijk een heel oud idee van wat vrijheid is. Hè? Dus neem alleen maar kansautonomie is eigenlijk jezelf de wet opleggen.
Wanneer we het zo even over die beroepspraktijk hadden, en dan geldt dat ook. Wanneer je beroep naar eer en geweten uitdoet, dan leg je jezelf bepaalde standaarden op. Dus vrijheid, dat is in Hegeliaanse zin, hè, de filosoof Hegel in de 19e eeuw, had juist te maken met het vermogen om zelf jezelf je grens te tekenen. Wat het specifieke is, en dat is denk ik het nieuwe, is dat wanneer we het hebben over zo'n beroepsgroep, of wanneer we het hebben over een jongere, of wanneer we het hebben over een advocaat, dan was het idee dat er is een gedeelde opvatting over wat dan die way of life was. Of wat dan ongeveer je geacht werd te doen. En wanneer jij het hebt over die vermoeidheid, is dat we eigenlijk niet meer geacht zijn, omdat we nou eenmaal advocaat zijn. Nee, het is maar net hoe jij het doet, op jouw manier. Wellicht weet je erop een andere draai aan te geven. Bij jongeren, ja, het is maar net wat jouw ouders vinden of hoe ver jij kan gaan. Dus er is die subjectivering, hè, dus de eigen mening, het eigen gevoel, maakt dat die de aard van die grens iets is wat we inderdaad voortdurend allemaal zelf moeten bepalen. En dat is een en dan is het? En dan kun je ook heel makkelijk over grenzen heen gaan natuurlijk. Want dan is datgene wat jij voor jou mogelijk acht, hoeft niet noodzakelijkerwijs meer te zijn wat je collega ervan vindt. Wacht even, want dan gaan we. Want Laurens die gaat dadelijk de vragen uit de zaal hier naar binnen halen. Maar voordat dat gebeurt, gaat René ten Bos in 1 minuut nu uitleggen waarom dat nu allemaal onzin is. Ik vind het wel de zin van de avond. De zin van de avond is namelijk, we zijn doodmoe door onze vrijheid. En dat boekje is overigens bij, dat is een mooi pamfletje bij uitgeverij van Gennep verschenen. Die man die geeft les op dezelfde hogeschool waar Peter Sloterdijk ook zit. We zijn doodmoe door onze vrijheid. Nou, waarom is het onzin? Nou ja, dat lijkt mij ook wel een beetje onzinnig. Mm. Omdat ik. Ja, het is een beetje een paradoxaal antwoord. Maar toen arts en Daan net zeiden wat ze aan het vertellen waren, dat toen dacht ik wel. Tegelijkertijd is met al die vrijheid ook een ongehoord soort moreel consumentisme aan de gang. Hè? We kiezen allemaal ons eigen waarde. Precies. Ik heb 2 van die kinderen, ja. en van 16 en 15. En bijna alle discussies, alle WhatsApps, alle tweets, gaat allemaal over morele issues. Hè? Mag je vreemd gaan met een ander? Mag je iemand anders begeren? Mag je. En dat is echt ongelooflijk hoe moreel ze zijn. En het is zo dat we kennelijk geen hiërarchie meer hebben die hen kan opleggen hoe ze moeten kiezen. En dus die discussies die zijn eindeloos, die worden niet beslecht. En in die zin kan ik wel volgen waarom dat vermoeiend is. Want dus geen gedeelde opvattingen eigenlijk. Dus geen gedeelde, je komt daar gewoon niet uit. Maar ik weet wel ook van mijn studenten in Nijmegen dat er heel veel discussies gaan gewoon over moraliteit. Ja, echt waanzinnig veel. Ja. Laurens, dus vreemd. Ja. Jij gaat de vragen uit. Je hebt een hele handvol, zie ik. Ik heb er tientallen. Dus, ik ben overigens intussen, moet ik ook even zeggen, ook bestookt door talloze vragen die ik hier heb. Maar die hebben we dan weer niet kunnen stellen omdat er zoveel zijn. En er ook maar een paar rode draden zijn in zo'n programma. En eigenlijk moet er maar 1 zijn. Nee. Dus nu jij. Ik geef graag het woord aan jou. Zeg even je naam. Mijn naam is Martin. Ik vroeg me af of we uiteindelijk niet allemaal omkoopbaar zijn. Zijn we uiteindelijk niet allemaal omkoopbaar? Ja, maar dan. Wat wil je daarvan? Ja, waarschijnlijk, maar. Ja, maar wat is het precies? Ja. Wat wil je? Wat betekent dat? Wat betekent die vraag? Nou, ik zit te denken aan bijvoorbeeld hoe ethiek zich kan verzoenen met commercie. Als je het hebt over een advocaat die aarzelt om steekpenningen aan te nemen of hoge bedragen. Terwijl die eigenlijk ook wel weet van dat kan ik eigenlijk niet maken. Dat rijmt niet met mijn ethiek, met mijn beroepsethiek. Maar zich toch op het moment dat hij dat toch even laat zitten dan. En zich laat omkopen. Ja. Nou ja, kijk, zelfs die opmerking zou je kunnen interpreteren als het excuus wat een postmodern mens ook al heeft. Ja, iedereen is uiteindelijk toch omkoopbaar, dus wat is het punt? Kijk, er zijn vroeger mensen op de brandstapel gegaan vanwege hun geloof. En het, nu gaat het met mij niet terug om in die situatie weer op te zoeken. Maar dat geeft aan dat er ooit mensen hebben bestaan in de geschiedenis die kennelijk bereid waren voor hun eigen overtuiging te sterven.
En dus zonder welk voordeel dan ook. Ik denk ook dat er, wanneer je het hebt over bepaalde klokkenluiders of bepaalde mensen die in opstand komen, dat zijn er niet veel, maar die hebben we toch echt. Die doen dat omdat ze echt vinden dat iets onrechtvaardig is, dat het niet goed is. En dat er van oudsher natuurlijk ook altijd de verleiding op de loer ligt. Ik bedoel, dat is de hele vraag waar Christus in de woestijn voor is gesteld in wezen. En dat is de duivel die hem in verleiding brengt. Van kijk, je krijgt deze gehele stad wanneer je mij aanbidt. En er is het idee van, dus die uitwendige goederen weer, macht of rijkdom. Als je maar iets doet wat uiteindelijk wanneer je eigen ziel weggeeft. En dat is natuurlijk in de literatuur ook bij Faust. Het idee je ziel verkopen aan de duivel hoort allemaal bij dit patroon. Dus dat is van alle tijden. Waar het om gaat is op het moment dat we dat als een soort waarheid hanteren. Of ja, uiteindelijk is toch iedereen omkoopbaar. Dan geeft dat meer aan dat we in een moreel toch wel heel erg laconieke tijd. En we hoeven ons eigenlijk ook niet schuldig om te voelen, want iedereen is omkoopbaar, toch? Daan. Ja, ik ging helemaal terug naar Christus. Zover zou ik niet willen gaan, maar... Het mag ook niet meer. Nee, ik denk, want je verwijst daarmee, neem ik aan, naar Moscovici. En het is denk ik duidelijk dat waar die zelfzwang niet genoeg is, hè, in die wereld van het vele geld en het zwarte geld, daar is gewoon fremdzwang nodig. Daar moet iemand van buiten af zeggen, dit kan wel, dit kan niet. Daar trekt hij zich nog niet zoveel van aan, begrijp ik. Maar het is natuurlijk ook zo, die advocatenwereld is een beetje een gekke wereld. Die heeft natuurlijk, dat is echt een wereld van macht en macho's, van mensen die het voor het zeggen hebben. Nu zijn de rollen omgekeerd, nu zit hij zelf in de beklaagde bank. Maar ik denk dat het ook onvermijdelijk is te zien dat waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Hè? Zo'n advocaat zo'n beetje, denk ik. Hij is gewoon vrienden met die wereld. En het doet me toch een beetje denken, eerlijk gezegd, aan een oude kennis van mij die vroeger altijd zei, nou, als Moscovici hem verdedigt, dan weten wij thuis wel wie het gedaan heeft. Ik bedoel, hij zit natuurlijk in die omweld van mensen die dat normaal gedrag vinden. Dus je moet toch kijken naar de context van die handelingen. En daar van buitenaf controle op uitoefenen. Daar is niks aan te doen. Jazeker, ja. Laurens. Dat brengt mij bij een andere mooie vraag. Zou jij die willen stellen? En even je naam zeggen. Ik ben Noora. Sluit het goed aan bij wat het net werd gezegd. Mijn vraag is de controlerende macht, de overheid, wel moreel om beroepsethiek te bewaken? Wacht even, René. Want die zit... In principe wordt hij niet moreel te zijn. Hoewel je wel kunt zeggen dat met morele redenen gebeurt. Bijvoorbeeld om gewenste resultaten af te dwingen, wat ook een soort van moraliteit is. Maar in principe moet het neutraal en objectief gebeuren. Dat is een soort van nieuwe wetenschappelijkheid door onze samenleving. En zeker ook door die instituten die iedereen afrekent. Ik heb daar met Wim Brands eerder over gesproken op de radio. En waarin iedereen op resultaat wordt afgerekend. En dat gaat gewoon eindeloos door. Zo erg zelfs dat sommigen daar helemaal niet goed van worden. Want als moreel wezen denk je niet altijd in termen van resultaat. Dat is heel lastig. Ik denk bijvoorbeeld maar weer aan het voorstel van staatssecretaris Zijlstra. Dat wij het aantal studenten dat afstudeert op de universiteit vorige week of anderhalf week geleden gedaan, van 60% naar 70% moeten opschroeven. Want dat zou dan een teken zijn voor de kwaliteit van datgene wat we allemaal aan het doen zijn. Ik hoef jou niet uit te leggen wat universiteiten gaan doen. Antwoord op jouw vraag? Nou, niet helemaal. Want ik vraag me dan toch af, als we allemaal eigenlijk zeggen dat moraliteit belangrijk is om die beroepsethiek te waarborgen, of in het bankwezen, of waar we dan het gevoel hebben dat het helemaal misgaat. Ja. Dan heb je dan iemand aan wie je dat toewijst. Maar waar wordt dat dan aan getoetst? Hè? Als we eigenlijk zeggen, nou, die overheid is ook niet moreel. En wij allemaal ook niet. Dan wat is dan die moraliteit eigenlijk? Ja, Sorry te zeggen. Kijk, je moet denk ik even onderscheid maken tussen, en dat is waar René ook aan refereert, tussen wat een institutie is, hè, en wat een persoon doet. En idealiter wil je natuurlijk dat een overheid, bijvoorbeeld in de vorm van een rechtelijke macht, maar ook je kan evenzeer denken aan inspecties enzovoort, eigenlijk zonder aanziens des persoons acteren. Dus in die zin, zonder persoon. Tegelijkertijd is voor de uitoefening daarvan
natuurlijk altijd weer ben je aangewezen op wat is het voor rechter? Wat is het voor officier van justitie? Dus daar kom je toch weer op die morele dimensie. Dus het zijn twee niveaus. Dus institutioneel wil je eigenlijk zeggen van nou, dat is iets wat we dus proberen zo sterk mogelijk in het systeem te maken. Tegelijkertijd blijf je aangewezen, en dat is ook terecht jouw opmerking, op de kwaliteit van mensen. Denk maar aan alle perversiteiten die je natuurlijk ook hebt gezien in zogenoemde heilstaten, waar de een toch meer gelijk is dan de ander, enzovoort. Nou, als ik daar nog één ding aan toe mag voegen, want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Wij zoeken wel een soort van oplossing in een soort professionele moraliteit die je in de instituten kunt neerleggen, hè, zegt de bankdirecteuren. Het grote probleem is natuurlijk dat die directeuren helemaal geen professionals zijn. Dat zijn managers, dat zijn regelneven, die zitten heel anders in elkaar. Misschien hoort daar ook helemaal maar wat bedoel geen professionele je daar precies ethiek mee? Bij. Wat bedoel je, die zitten heel anders in elkaar? Waar Arts het vlak voor de filminterventie van Gabi over had, dat is natuurlijk die professionals, dat zijn mensen waarvan je dan een beetje verwacht dat ze een soort innerlijke vocatie, een stem en dat soort zaken hebben. Daar zit ook een soort herwaardering van de professional bij. Maar managers hebben dat natuurlijk bij uitstek nooit. Omdat management geen professie is. Je kiest er ook nooit voor om manager te worden. Dat is iets wat je overkomt. Ja, er is geen kind dat in de wieg ligt en dat je als je een vraag wil worden, die zegt ze wil manager worden. Het schijnt trouwens het meest populair, althans een paar jaar geleden las ik dat mijn meest populaire beroep onder jongeren. Het is een non-beroep. Dus het is een non-beroep. Ja. Maar misschien betekent dat ook zoveel van ik wil rijk worden en veel macht hebben. Dus ik ambieer om manager te worden. Extrinsieke motivaties. En dat is iets anders dan wat je verwacht bij een professioneel. Nu is er misschien toch ook nog wel een vorm van management denkbaar, wat wellicht toch intrinsiek gemotiveerd is. Daar wil ik een keer met jou over discussiëren. Laurens, jij gaat verder We hebben vragen gemaakt voor het eerste half uur, hè, eigenlijk, of het de eerste drie kwartier. En de rode draad ontstaat vanzelf. Want volgens mij heb jij een hele aardige vraag. Mijn naam is Wiebe en mijn vraag is eigenlijk, jullie hebben de hele tijd een soort analyse van hoe een systeem of een bepaald idee een soort corrumperende werking heeft op het individu. Maar tegelijkertijd wordt dat systeem wel in stand gehouden door al die verschillende individuen die daaraan deelnemen. Mm-hmm. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat kan volgens jullie kan een individu doen om een soort daad te stellen waarin je bijdraagt om dat systeem te veranderen en daardoor dus ook de individuen die daaronder werkzaam zijn, meer ethisch laat handelen. Want zoals jullie zeggen, moreel is niet verdwenen. Mensen zijn nog steeds heel erg bezig met moraliteit. Wat kan ik doen? Meer dan ooit, zei de inderdaad. Ja. Niet gehoorzamen. En daar hoopt men ook altijd op. Er is heel veel bureaucratietheorie. En die bureaucratie kan zich alleen maar vernieuwen als af en toe wat mensen zijn die niet gehoorzamen. En alleen die mensen die lopen een groot risico. Want op het moment dat jij niet gehoorzaamt, dan word je een persoon. Je doorbreekt een regel. En het doorbreken van een regel, iemand als Max Weber heeft daar heel veel over geschreven, verandert jou van een functionaris in een persoon. Nou, maar dat is ook meteen heel lastig. En dat is de paradox, want het doorbreken van een regel, en daar begonnen we over in Haren, dat zou ik niet meteen zomaar moeten toejuichen. Dat is net zo'n soort imperatief als wees spontaan. Hè? Nou moet je een regel doorbreken. En als dat dan de regel wordt, dan is dat ingewikkeld. Ja, want het is een mooi punt. Want denk ik, het dilemma is helder. Hè? Dus enerzijds hebben we een cultuur die heel sterk op individuele vrijheid is geënt. Terwijl we anderzijds in instituties leven die misschien juist wel mede daarom extreem de neiging hebben om repressief te worden, om alles voor te schrijven. Neem een universiteit. En als je kijkt naar de mate van vrijheid op een universiteit, een hoogleraar 40 jaar geleden en nu, dat is een wereld van verschil. Nu is het helemaal gereglementeerd. En dat is voor een deel ook eigenlijk een resultaat van een bepaalde verantwoording, transparantie en je moet dit en zo meten we kwaliteit enzovoort enzovoort. En het gekke is, dus dat is dus ook geen zelfbegrenzing meer, want het is er één die wordt opgelegd. En is jouw antwoord van, als je in zo'n gesteld dat je in een gecorrumpeerde omgeving leeft, dan moet je in staat zijn om als individu eruit te breken. Dus juist uit
bepaalde regels. Bijvoorbeeld een bonuscultuur of hoe je als bankier moet werken en zoveel targets moet halen en daarop wordt afgerekend of misschien nu wel als... En dan komt dus toch weer die kernvraag terug van, ja, is dat alleen maar individuele willekeur? Zeg maar, ik heb er geen zin in. Of heb je dan een verhaal nodig wat toch te maken heeft met precies een idee van, hier gaat het om in mijn beroep. Dit is kwaliteit van lesgeven. Dit is kwaliteit van bankieren. En dus je moet, en ik denk ook dat we dat nu dit toch... is kwaliteit van feestvieren. Nou ja, wellicht. Of dit is kwaliteit van berichtgeven in de media bijvoorbeeld. Ja. Ja. Over die beroepsethiek hebben we nog helemaal niet gehad. Het is dus een elementaire vraag. Journalistiek had zich dat ook af kunnen vragen natuurlijk rondom haren. Ja. Om maar wat te noemen. Dat was overigens, om nog even naar dat begin terug te keren. Want daar begonnen we, dan maken we een mooie cirkel. Ook wel verbazingwekkend. Ik heb na de gebeurtenissen gewoon televisie gekeken. Zo, en dat werd bijna niet ter discussie gesteld. Dat is stuitend. Dat is, vind ik, ja. Ja? Ja, dat vind ik echt stuitend. Ik vind, kijk, de media staan natuurlijk niet voorop om zichzelf de schuld te geven. Dat snap ik allemaal wel. Want schuld is altijd individueel aan de jongeren die iets doen en niet collectief. Maar ik heb een paar discussies daarover gehoord. De eerste die zei, we hebben niks fout gedaan, was de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En de tweede was de directeur van het NOS-journaal. Ik begrijp dat volkomen gebrek aan zelfreflectie, begrijp ik eerlijk gezegd niet. Want ik zou me toch af willen vragen, in ieder geval, wat het effect is. En waarom die beroepsgroep geen enkele belangstelling heeft voor het onderzoek naar de werking van hun eigen berichtgeving. Dat vind ik gek. Maar misschien is het thema wel te groot. En wat bedoel ik daarmee? Dat we hadden het eerder over die systeemdruk. En je moet eigenlijk zeggen, kijk, haren kun je niet geïsoleerd oplossen. Dat hangt samen met een bepaalde jeugdcultuur. Dat hangt samen met bepaalde opvoedingen. Hangt samen met de rol die media speelt. Dat is niet van, nou, we hebben een paar maatregelen en nu komt dat niet meer voor. Nee, maar wacht even. Nee, maar even mijn gedachtegang afmaken. Wat er volgens mij aan de hand is, wanneer we het hebben over zo'n incident, dan stelt het in wezen ook de hele mediacultuur ter discussie. Niet alleen haren. Het gaat ook om de manier. Het gaat ook om de manier waarop verkiezingen bijvoorbeeld aan de orde worden gesteld. Hoe de media zelf voortdurend haar events creëert. Ja, maar even heel concreet nu op wat Daan zo mooi ter sprake bent. Hoe komt het dat als zoiets zich voltrekt daar, dat er dus eigenlijk helemaal niet kritisch wordt naar binnen wordt gekeken. Ik weet het even niet zo anders te formuleren dan al dus. Maar totaal gebrek aan kritiek. Totaal. Dus alsof die hele beroepsethiek die er toch ooit ook wel geweest is en die er nog wel zal zijn, maar dan even helemaal weg is. Nou, die journalistiek wordt er niet echt door gekenmerkt volgens mij. Het deed mij denken aan een verhaal van Kafka wat geciteerd wordt door Sloterdijk in Mediatijd. En dat is al 10, 15, 20 jaar oud, dat boekje. En daarin citeert hij Kafka, en dat is een verhaal, een parabel over koningen en koeriers. En alle mensen in het land mogen kiezen of ze koning of koerier willen zijn. Iedereen kiest voor koerier. En dan blijken alle mensen in het land koerier te zijn en die zenden elkaar allemaal berichten. En er staat niks in, want er is geen koning. Dus die zijn hele tijd... Ja, dat is social media, dit is fantastisch. Ja, maar dat is prachtig. En dan die koeriers snappen dat ook wel, dat er niks in staat. En dan vraagt iemand, waarom hou je er nu mee op? En dan zeggen ze, we hebben een soort geheimzinnige beroepscode, waarin staat dat ze allemaal berichten moeten sturen. Ja. Maar dit is toch precies wat ik zeg van, dit is veel... Het is 1914. Ja, ja. Maar dat is, dit alles is, was er al, hoor, ook. Ja, natuurlijk. Dat, ook de hele krant was natuurlijk toen ook volop. Maar hier hebben we toch precies over dat probleem, dat het groter is dan dat haren. Het gaat om, het gaat om een manier waarop je in een mediamaatschappij überhaupt je events creëert. En wat het karakter daarvan is. En zelfs dat bespreken wordt gewoon een leuk topic. Wat je gewoon gezellig gaat doen. Ook wat hij zegt. Maar ook daarbij willen horen. Kijk, Sloterdijk zegt in datzelfde essay, het heeft te maken met onze cultuur, waarin we zijn heel geglobaliseerd. We hebben geen wortels meer. We zijn op zoek naar wie we zijn. En een actualiteit is een kortstondig moment van betrokkenheid. Dan hebben we weer een wij-gevoel. We zijn allemaal tegelijkertijd betrokken bij één evenement. Dat geeft een. Dat vind ik zelf ook prettig. Ik kijk ook alleen maar live televisie. Als het van tevoren is opgenomen, hoef ik het niet te weten. Dan had ik het al gehoord als het belangrijk was. Ja, en zelfs die discussie wordt dus onderdeel van diezelfde prikkeling. Want dan winden we ons daar weer even over op. Laurens. Ja. Ik heb een reactie uit de zaal.
Nee, ik heb het idee dat we eigenlijk onder het verlies lijden van gebrek aan een betekenaar. En ik vraag me af, hoe kunnen we nu weer, want we zijn ook individuen geworden ondertussen, dus hoe kunnen we weer opnieuw tot betekenis komen en tot het goede? Zonder de koning. Zonder de koning. Zonder God. En Albrecht zonder... in het bestuur. En terwijl we doodmoe door onze vrijheid zijn. En zonder op een maakbare manier. Ja, dat heeft Daan allemaal op te geweten. Nou ja, dat is of de koning is het, of God is het. Of het is een externe commissie die toezicht houdt. En dergelijke meer. Het is allemaal, wij verlangen gewoon naar een soort hiërarchie. Die ons in moeilijke tijden de maat neemt. Ik ben het helemaal met Aad eens. Het is een zeer ingewikkelde toestand. Ingewikkelde toestanden of ongestructureerde vragen, zoals dat heet, die noppen over het algemeen niet tot serieuze reflectie. En dan heb je een heel merkwaardig verschijnsel van onze moraliteit. Het is als iedereen een klein deel of voor een klein deel verantwoordelijk is voor een bepaald soort gebeurtenis, dan is niemand echt verantwoordelijk. Ja, en dus wat krijg je in de, naar aanleiding van Haren? Er komt weer een ritueel onder leiding van meneer Cohen. En we gaan het weer allemaal onderzoeken. En dan wordt de conclusie getrokken. En dat verder, wordt ook een mediamoment. Ja, verder onderzoek is nodig. En dan verwatert het ergens. En dan is het een gebeurtenis die we ons over 5 jaar nauwelijks nog kunnen herinneren. En dus de kernvraag die eronder ligt. Gaat heel mooi zo. Dus dat niet dat het alleen, dus het gaat niet alleen over media. Het gaat over mens zijn. Dus binnen ook zo'n virtuele omgeving. En want dit is kennelijk gewoon wat inherent is aan deze manier van leven. En dus dat een deel van je leven, en dat zie je bij de jeugd ook, speelt zich gewoon af in die ontlijfde ruimte die eigenlijk nergens is. Vanuit dat nergens kom je op plaatsen samen, waarin je vervolgens weer in een soort nergens feest viert. Zit je opeens in het noorden van het land. Ja, en dat heeft iets... Ik vind het ook wel een mooie beschrijving van een filosoof. Die denkt daarover na. Die Nee, maar het is een belangrijk woord volgens mij, die virtualisering inderdaad. Ja. Het heeft te maken met kennis waar je met je eigen zintuigen geen toegang toe hebt. Met evenementen waar je zelf niet bij kunt zijn. Dat is volgens mij, face-to-face contacten lopen veel minder snel uit de hand dan... Zeker. Contacten natuurlijk. Zeker. Dus, ik vond het ook heel aardig om te zien. Er werd op een gegeven moment beschreven in Haren. Een of andere jongen die was bezig, geloof ik, met een boom uit een tuin trekken. En toen kwam de eigenaar van: hey, blijf daar eens af. En toen keek hij op. En toen had hij pas door dat dit een tuin was van een ander. Ja. Oh, sorry meneer. Oh, wat leuk dat u er ook bent. dus het is een soort game waar je in zit. En het was niet Second Life. Laurens, volgende vraag. Ja, maar dat sluit niet aan bij dit stukje. Het sluit aan bij iets wat al geweest is. Ik heb zoiets van, waar heb ik mijn briefje? Universele moraal. Ja, de ethiek komt niet uit de religie. De religie komt mijn zinziens voort uit ethiek. Of is de ethiek slaat neer in religie. En mijn vraag is dus van, is er geen universele moraal of... Hoe zit het met de maxime van Kant? Toch het begin van een moraal die overal altijd en altijd ook heeft gegolden en zal gelden. Ga jij Kant uitleggen? De maxime van Kant. Ja, die droom van universalisme die is er natuurlijk heel lang geweest en maakt een groot onderdeel uit van het verlichtingsdenken. En die droom, daar geloven nog steeds sommige mensen in, sommige politici en dergelijke. Maar als je gewoon kijkt hoe moraliteit werkt, dan is dat iets wat in mensen constant in ontwikkeling is. Wij zijn heel kwetsbaar, we zijn niet altijd heel principieel. En dat verandert. Niettemin hebben wij gemeend, Kantianen, laten we dat, die mensen in ieder geval, om toch een soort van universalistisch model op te leggen. Als een soort ideaal waarschijnlijk. Maar ik zelf geloof ik helemaal niet in een universele moraal. Ja, ik bedoel niet precies het universele. Ik bedoel van, is niet in ieder mens iets aanwezig van wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Waar is dat gebleven? Dat is natuurlijk niet van Kant. Dat heeft hij al uit de Oosterse filosofie en uit het christendom. Dat komt in verschillende bronnen al heel lang geleden voort. En het is altijd blijven bestaan. En het is toch heel veel een richtlijn geweest voor mensen. Maar wat is de vraag? Is dan de vraag? Als ik hoor wat net gezegd wordt aan tafel, van er zijn nog heel veel mensen die wel goed willen, dan denk ik, gaat dat niet terug op zoiets wat
ingeboren is. Maar dan is de vraag, nee, maar dan is de, dat is geen, dat is dan niet de vraag. De vraag is dan van, is dat dan niet meer aanwezig? Waarom is de werkelijkheid niet ideaal? Waarom is er, nee, dat, maar goed. Nee, ja. maar dat is natuurlijk dat is de kern. Dat is de kern. En dus dat probleem geldt ook bij Kant, hè? Ook al meteen gezien in als een critici Duits idealisme, Hegel speelt dit precies het probleem. Je kunt dit ideale formuleren, maar wat is haar concrete inhoud? En voor die concrete inhoud heb je instituties nodig. Moeten mensen opgevoed worden? Moeten ze op een bepaalde manier opgevoed worden? Dus je hebt veel meer nodig dan alleen maar dat ideaal. Maar er zit al een hele... Nou, er moet er zit een hele wereld omheen. Wacht even. Ik denk niet dat we moeten discussiëren nu. Ja. Ik heb me daar een vraag. Ik wil daar nog een vraag. Ja. Maar eerst... Moet dit antwoord nog gegeven worden? Nee, dus het is belangrijk om te zien van wil dat ideaal werkelijk worden, dan heb je dus een wereld nodig. En waar we het nu over hebben, is over die wereld. En wat de tendensen zijn in die wereld die tegen dit soort idealen onder andere ingaan. En dat we daar een zekere een naar gevoel bij hebben of onbehagelijk, dat is een feit. Maar de vraag is, oké, doordenk dan die wereld waarin we zitten. Nog even over die koning en die koetsiers. Ja. Waarom wilde er niemand koning worden? Kafka zegt, alle kleine jongens willen koerier worden. Ik zeg hem dat maar na, ik weet het niet. Ik ben nooit een kleine jongen geweest. Dat heeft een enorm appel blijkbaar, dat koerierschap. Ja. Er zijn ook heel veel kinderen die journalist willen worden. Hè. Dus het vertellen van je verhaal aan de wereld, het zenden van berichten, dat... Of schrijver tegenwoordig. Ja, maar er waren alleen mannen in die parabel. Er kwamen geen vrouwen in voor. Maar geen prins. Er is een heel belangrijk boekje verschenen in het begin van de vorige eeuw. Dat heet Letter to Garcia. Je kunt het gewoon downloaden. Dat is een zeer veel verkocht boekje. Iedere soldaat had dat. En het gaat over een koerier die een opdracht van de Amerikaanse president een brief moet brengen naar meneer Garcia, een luitenant, ten aanzien van de oorlog. Die in Cuba, dacht ik, is uitgebroken. En die man, het is een boekje van ongeveer 20 bladzijden. En die man die voert die missie uit zonder te vragen waarom hij dat moet doen. Zonder te vragen wat er in die brief staat. Zonder überhaupt iets te vragen. Hij riskeert zijn leven, maar hij zorgt er gewoon voor dat hij in naam van de koning, zo gezegd, die brief bij die Garcia krijgt. En de schrijver, ene meneer Hubbard, niet te verwarren met de oprichter van Scientology, die noemt dit het voorbeeld van hoe iedere beroepsbeoefenaar zijn werk moet doen. Oh ja? Ja, we moeten niet constant vragen waarom we dit moeten doen. En doe het nou eens gewoon. Is er nog iemand? Ik had nog een andere vraag. En dat is eigenlijk, als je over ethiek praat, gaan we nou met z'n allen voor of achteruit, ethisch gezien? Ja, en dan mag ik er iets aan vastknopen? En als je het daar dan mee oneens bent, dan moet je dat zeggen. Dan proberen we het anders vast te knopen. Dus gaan we voor of gaan we achteruit? Door mijn hoofd spookt de hele tijd... die zin van Daan. En je citeerde die Koreaans-Duitse auteur. Han. Ja, precies. Dat is een klein boekje. Dat is ook in vermoeide vertaling. Vermoeide samenleving bij uitgeverij van Gennep. Ja. Verschenen. Gaan we dus voor of achteruit? En ik knoop dit er dan aan vast. We zijn doodmoe door onze vrijheid. En vanuit dat besef zou je een heleboel van het onheil dat ons omringt kunnen verklaren. Ja, Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die twee dingen een beetje samenhangen. Dat wil zeggen, ik zou niet willen zeggen dat we moreel gesproken achteruit gaan. Voor zover er hier zorgelijke dingen ter tafel komen, is dat omdat we daarop focussen en die proberen te begrijpen. Maar die vermoeidheid, zeg maar, waar die Han over spreekt, dat geldt in, nou ja, laten we zeggen, in moreel opzicht zeker. En er is een Nederlandse filosoof, Gijs van Oenen, die heeft een boekje geschreven, dat heet Nu Even Niet. En dat gaat inderdaad over de morele outsourcing van mensen. Dus kijk, ik ga met de trein en ik weet ook wel dat ik mijn voeten niet op de bank mag leggen. Maar je doet het wel. Zolang de conducteur er niet is, doe ik het wel. En als de conducteur eraan komt en die zegt dat mag niet, dan haal ik ze weg. Dat heeft te maken, dus dat is een voorbeeld wat Van Oenen graag bespreekt. En dat heeft te maken met het feit dat als ik de hele tijd mijn eigen moreel moet ophouden en me zo moet gedragen, dat is veel te vermoeiend. Dus ik ga het liefst over grenzen heen en ik wacht net zo lang tot iemand mij daarop wijst. En dan
gedraag ik me in tweede instantie wel goed. Hm. En volgens Van Oene hangen die twee dus heel erg samen. En hij zegt dus niet, we worden moreel slechter, maar we worden moreel bevattelijker voor de situatie. We zijn dat individualisme, dat is iets te naïef geweest, dat we alles uit onszelf zouden halen. Dat we ons altijd goed zouden gedragen, als we het maar eenmaal wisten. Dus als je weet wat het goede is, ook het goede doen. Hè, wat Socrates zo hoog had. Dat is iets te eenvoudig. Ja, ik vind de vraag eigenlijk, ik begrijp hem heel goed en tegelijkertijd vind ik hem ook weer oninteressant. En daarmee bedoel ik, als je er... Van het voor- en achteruitgang. Ja, die voor- en achteruitgang, dat we daarop reageren. Maar even wat Daan zegt, als je het voor- en achteruitgaan nu even tot stilstand, maken we stilstand van. We zijn doodmoe door onze vrijheid. Is dat ook oninteressant? Nee, zeker niet. Dat heeft dus daar wel mee te maken. Want de hele vraag is dus, waar zou je voor- en achteruitgang precies aan af willen meten? Is dat een geluksidee? Of is dat een idee van het aantal misdaden dat er wordt gepleegd? Of hoeveel mensen in elkaar worden geslagen? Hoe gelukkig mensen zelf aangeven dat ze zijn? Of dat vrouwen gelijk worden behandeld? Nou, allemaal criteria die zelf ook iets over een tijd zeggen. Wat nu leuk is aan die opmerking. Vandaan is dat natuurlijk, het appelleert aan een ervaring die ergens wordt herkend, denk ik. En die een soort intrinsiek oordeel is van de samenleving over zichzelf. Het is een gekke van, ja, we hebben het eigenlijk heel goed. We geven onszelf ook allemaal hele hoge punten. Nederland staat ook geloof ik heel erg hoog. En dat idee van die vermoeidheid wordt tegelijkertijd herkend. En daar begint eigenlijk pas de vraag. Want dat betekent dat je dus moet gaan nadenken weer over van, goh, ja, wat versta je nou eigenlijk onder vrijheid? Wat versta je nou eigenlijk onder geluk? In plaats van dus laten we zeggen, toch wat gratuite antwoorden die je daar doorgaans op krijgt. En dan ga je keerzijde zien, zonder dat dat eventueel meteen leidt tot, oh, nou, we hebben een project zodat we het over 10 jaar beter hebben. En je gaat beter begrijpen in wat voor tijd je zit en wat daar op het spel staat. Ja, nou ja, de oude Grieken hebben ons uitgelegd dat moraliteit bijna altijd verschijnt als een aporetische kwestie. Dat wil zeggen, aporie, dat is een kwestie waar je niet uitkomt. Dus er wordt in heel veel terreinen van het leven wordt vooruitgang geboekt. Ik bedoel, wij kunnen ziektes genezen waar je 50 jaar geleden gewoon dood aan ging. Ja. Ga zo maar door. Het is allemaal aanzienlijke vooruitgang. Er is ook niks om cynisch over te doen. Maar ik geloof dat we, wat moraliteit betreft, is het gewoon een kwestie van doormodderen. Ik zit dan na anderhalf uur filosofisch quintet naar zo'n papier te kijken. En dan staat dan, we gaan het afronden en hebben nog iets geleerd. En dan zegt René ten Bos, die toch ook hoogleraar is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is doormodderen. Nee, daar moet iets beters voor te bedenken zijn. Ja, bedenk het maar, Wim. Als ik denk namelijk, want dat vind ik inderdaad mooi. We zijn doodmoe door onze vrijheid. En dat is een... En dat moet je niet oud-testamentisch opvatten. Dat zie je om je heen gebeuren. Je ziet daar de gevolgen van. De Hagen is daar misschien wel een gevolg van. Je ziet mensen die het met hun beroepsethiek niet helemaal meer zo nauw nemen. Juist daardoor. Dan moet daar toch iets op te bedenken zijn. Zonder in ongelofelijke abstracties te vervallen. Nou, doormodderen is geen echte abstractie hoor. Maar er moet ook iets anders op te bedenken zijn. Ja, maar dat miskent het feit dat... In bijvoorbeeld die bankeninstituties, hele tegenstrijdige eisen aan mensen gesteld worden. Uh-huh. Waarbij ze dus te maken hebben met verschillende morele registers die je niet gewoon allemaal heel makkelijk met elkaar kunt verenigen. En dat maakt het heel lastig. Ik geloof niet dat codes of eden of iets dergelijks, dat die daar wat kunnen uitrichten. Uiteindelijk is de vraag zelf altijd aan de persoon zelf. En dat is een heel onbevredigend iets. Omdat je ook helemaal niks hebt aan bankdirecteuren die zich 's ochtends recht in de spiegel kunnen kijken. Ja, ik voel toch wel de neiging om, als je hem nu zo formuleert, hè, ja. En dat toch nog zo aansluitend op wat ook al eerder aan bod is geweest, denk ik wel dat we op dit moment in ieder geval zien dat een aantal ideologieën
Neem bijvoorbeeld toch dat de deregulering of het idee van ja, iedereen is toch vooral op zoek naar een hoogst best mogelijke positie in het dikste portemonnee. We zien dat zeg maar die jaren 90, het begin van het nieuwe millennium, die moraal die is ergens ontmaskerd. Dat vind ik wel. Dus als je het ook hebt over de dynamiek, dan vind ik dat we duidelijk met die vraag naar die beroepsgroepen, maar ook met die kritiek op bijvoorbeeld bepaalde managementcultuur en met dat weer nadenken over vrijheid, wel degelijk, zou ik kunnen zeggen, op dit moment te maken hebben met de behoefte aan een nieuw soort richting of een nieuw soort zinperspectief. En daar laten we het bij. We zijn op zoek naar een nieuw soort richting en dan vraag ik nog één keer aan jou, dan mag je het woord nog één keer zeggen. Wat is volgens jou de conclusie? Wat het woord was? Doormodderen. En dat was René ten Bos. En dit was het Filosofisch Quintet, het programma van Human, VPRO en Brandstof. En ik dank de Joodse Omroep die haar zendtijd vanavond aan Human ter beschikking heeft gesteld. En ook dank aan Daan Rovers, René ten Bos, Gawi Keizer, Mirella van Marken en natuurlijk ook Brandstof, onze denktank. Ad, ook bedankt. Je bent er de volgende week natuurlijk ook weer bij. Zondag 7 oktober zijn we er weer. Dan met Lisbeth Noordegraaf en Maarten Doorman. En dan weet ik nog niet wat de vraag dan is, maar die gaat deze week als vanzelf ontstaan.